Nou, ik ben Thijs en deze man hier is Lou. Lou, ja. Lou. En wij lopen stage hier bij Humedia al een week of drie. En hoe zijn jullie bij Humedia terechtgekomen? Ja, dat kwam zo via onze boy, onze Toontje B. Toontje. Nou, het ging trouwens niet vanzelf hoor. Het heeft een heleboel overtuigingskracht gekost. En ook nog eens 130 euro aan mij dan. Ik weet niet, Lou, hoe heb jij dat ook alweer? Lou? Ja, gewoon. Volgende vraag. Weet je wat ook is? Die Thijs is niet helemaal om. Het is zo simpel, zeg maar. Hij heeft de hele dag alleen maar over Ajax en wijven neuken en zo. Dat hoef ik al niet te weten. Snap je? Hij laat ook allemaal foto's zien van die grietjes. Ze zijn ook echt vet lelijk allemaal. Maar ja. Die Lou die werkt me zo op mijn zenuwen, joh. En dan zit je hier met die gast, zit je hier in een hokje en die gast die stinkt echt als een beer. En ik bedoel, echt als een beer. En weet je wat ook zo is trouwens? Die gast die heeft dus echt zo'n pikkie, hè? Zo'n pikkie heeft hij. Maximaal, zo'n pikkie. Moet je lekker mee. Wat leer je allemaal bij stage? Wat we allemaal leren? Ja, een beetje bloggen en zo. Ja. Maar, ik heb wel een trucje geleerd. Moet je zoomen? Zoomen? Hey. Dat is mijn boy, ja, mijn boy. Ja, maar die shit. Oudste vocht ter wereld, 10 letters, eerst een H en de vijfde een E. Hoerenkots. Wat zijn jullie taken? Ja, bij je media gewoon een beetje die site checken, een beetje googlen, af en toe zo'n blogje schrijven, filmpje maken. Ja, maar ja, kijk, ja, we vatten dat hele Humedia eigenlijk nog niet zo. Er zijn wel een paar van die gasten die doen heel veel. Die noemen zichzelf... Silverbacks. Ja, die noemen zichzelf de Silverbacks. En die zijn op zich wel oké, hoor. Dat ook wel. Ja, ja, wel flexibel. Ja. En filteren jullie bepaalde artikelen of mag iedereen gewoon wat plaatsen? Nee. Nee, dat vind ik op zich gewoon... Ja, kijk. Je moet natuurlijk wel, de community moet je natuurlijk wel te willen zijn. Je moet de community natuurlijk wel te willen zijn. Hé joh, ja, laat me doen, niet doen, normaal doen. Ja, maar over filteren, ja kijk bijvoorbeeld laatst was er een stukje over terroristenachtig iets. Ja, die, een filmpje. Ja, een filmpje, die gingen dan Den Haag plat bombarderen ofzo. Ja, kijk, ik kom uit Den Haag, weet je, je moet niet naar mijn stad zitten. Oh ja, ik bedoel, je weet het zelf. Je weet het zelf. Krijg je veel kritiek als stagiaire? Nee, niet echt, denk ik. Nee, ja we checken die comments ook eigenlijk niet zo, dus ik zou het eigenlijk niet weten. Nee. En wat zijn jullie plannen voor de toekomst van Humedia? Ja, een van onze speerpunten is... Een van onze speerpunten? Goed. Een van onze speerpunten is dus dat we moeten vrouwvriendelijker worden. En ja, dat is op zich is niet zo makkelijk. Nee, ja, voor Lou niet, want Lou bijvoorbeeld nog nooit een vriendin gehad. Ja, dat hoeven ze allemaal niet te weten. Ik trouwens wel vet veel. Wil je foto's zien? Nee, of zo? Ze willen geen foto. Doe. In ieder geval, vrouwenvrienden, we hebben een formatje bedacht. Dat heet Fashion Watch. En daarmee gaan we dus zeg maar met de camera waar we dus de straat op gaan. En dan gaan we vrouwen onder de rokjes filmen, zeg maar. Zodat de dames zeg maar, kunnen zien wat andere meisjes dragen qua lingerie en zo. Dat vinden ze leuk. Ja, dat denk ik wel, toch? Voor de vrouwtjes, zeg maar. Voor de vrouwtjes, hè? Ja. Hey, Lou. Hoe weet je wanneer je zusje ongesteld is? Als de pik van je pa een raar smaakje heeft. En hoe zit het met het 1000-ledenfeest? Het 1000-ledenfeest, kijk. 6 oktober in het Cachot aan de Oude Gracht barst het feest los, het 1000-ledenfeest. Maar gewoon tot 12 uur bier voor €1. Daarna gewoon keihard zuipen voor 1,50 waarschijnlijk. Nou, goede DJ's, veel vrouwen, veel gasten, één grote bezopen pool, denk ik. Fucking mooi, gewoon komen. Deze. Ja.